afgelopen video hebben jullie gezien wat ik het eerste weekend heb gedaan voor mijn slaapkamer. En dat is namelijk alles opnieuw bekleden als het ware om meer een boxspring feel te krijgen. Toen liet ik ook al zien dat ik verschillende items inmiddels al had aangekocht die ik wou gebruiken in de kamer. En ik laat nu even zien wat ik nog meer heb gekocht. Allereerst heb ik deze twee velvet lampenkapjes gevonden bij de Action. Zo uit mijn hoofd 3 euro. Dit is net hetgene waar ik het bonnetje niet meer van kan vinden. Want het is wel elke keer een stappen geweest, zeg maar. Dit hadden ze eerst nog niet in de winkel liggen, zeg maar. En van een paar van die items die hier liggen wel. Dus die zijn van eerder. Dus ik heb deze twee in ieder geval. In plaats van de zwarte kapjes. Ik denk dat dat wel een heel mooie, chique uitstraling geeft. Dan heb ik ook dit kleine vaasje in een standaardje als het ware. Deze was €1,49. Ook van de Action. Dan heb ik deze twee opbergmandjes gekocht. Deze zijn eigenlijk voor de nachtkastjes. Momenteel heb ik aan de onderkant een los plankje op mijn nachtkastje. En ik weet niet, het is al snel heel erg rommelig. Ook al ligt eens wat onder ligt, is voornamelijk boeken. Maar ik dacht, als ik deze nou eens doe opbergen in deze mandjes, dan ziet het er al iets rustiger uit als normaal. Ze zijn deze. Dit was de medium size. Ze hadden twee verschillende maten. En deze waren €3,99 per stuk. En het allerlaatste nieuwe item is dit wandkleedje. Ik vond vooral de kleur geel die hierin terugkomt, vind ik ook mooi passen bij dat roestbruine en het groene wat ik wil gaan toepassen. En deze lag eigenlijk in de salehoek van de Intratuin. Deze was nou €3. En even kijken, kan ik hieronder nog zien hoe duur het eerst was? Nee, het staat hier net niet onder. Nou. Anyways, ik vond hem gewoon mooi qua kleuringen en ik dacht van dit is ook gewoon een leuke toevoeging. Naast dit heb ik ook nog twee plantjes gekocht bij de Intratuin. Deze heb ik alleen heel even apart gezet. Allereerst een lipstickplant en een raven. De raven is letterlijk gewoon een plant die zwart is. Echt totaal mijn aesthetic. Dus ik dacht van die moet ik meenemen. Allereerst wat ik vandaag ga doen is in ieder geval het dek met overtrek veranderen. In plaats van het gele komt nou het groene erop. En ik wil in ieder geval vast mijn nachtkastjes even helemaal uitsorten. Dat daar helemaal netjes is. En dan gaan we daarna verder op de muur. Laten we beginnen. Kijk eens hoe netjes. Wacht eens even. Oh, zou het zijn? Zou het zijn? Zou het zijn? Ja hoor. Oh mijn god. Er zouden er zelfs twee kunnen passen. Nou, voor nu hou ik het bij eentje. Kijk eens hoe netjes. Kijk. Het kleine doosje. Want ik vind het wel handig om altijd in ieder geval iets van haarklipjes en een beetje het kleine spul zeg maar erop te hebben hier. Dus dat kunnen we hierin doen.
Samen met dit kleine nepboekje. Waar de afstandsbediening altijd in verstop. Oeh. Wie fancy. Zo, dat is het nachtkastje. Ik heb mijn Apple Watch oplader toch weer terug opgezet hier. Gewoon omdat dit gewoon een handige plek is. Maar alleen zo al. Gewoon hele andere vibe zo. Maar kijk eens hoeveel netter het nou is. Die bakjes zorgen ervoor dat het veel rustiger is. Hier achter in de hoek staat trouwens mijn aroma diffuser die ik dan aan kan zetten. Van tevoren dat het lekker ruikt in de slaapkamer. Nou is het nog de bedoeling om dit een beetje aan te passen. Want alhoewel ik hier de middelste witte, die vind ik leuk. En die met Goop Vibes Only vind ik ook leuk. Maar die van Bring On The Night en het feit dat die nou in het wit is, vind ik er niet echt bij passen. Dus daar wil ik nog heel even het een en ander aan veranderen. Plus, ik heb natuurlijk nou nog die andere nieuwe dingetjes gekocht. Dus misschien dat we die hier ook ergens bij kunnen voegen. Of dat we deze toch aan deze kant moeten doen. Hier zit trouwens alle planten al klaar. De plant die hier nou staat, zeg maar, hier zit eigenlijk ook al nog extra decoratie. En hier zit nog wat decoratie. Dit ga ik ook even allemaal uitzoeken. Even helemaal leeghalen en alles even opnieuw neerzetten. Om toch meer een beetje de hotelroom vibes te creëren. Ik ben overigens wel altijd het type van, ik vind het mooier om hem niet extreem overvol te doen. Dus ik heb er hier bijvoorbeeld 3. En ik heb hier beneden op mijn vensterbank heb ik er ook nog een paar staan. Dus ik wil even kijken of ik hier misschien nog 2 bij doe. Maar ik wil het een beetje gaan verspreiden in plaats van alles echt in 1 vaas neer te zetten. Dus we zullen zien. Sorry voor het geluid op de achtergrond. De wasmachine is gedaan. Kijk, ik heb hier die rondjes opgehangen en ik vind ze hier echt super leuk staan. Op de vensterbank heb ik nou deze dingetjes neergezet. En dan heb ik hier dus 2 van die planten. De gewone versie en de Raven versie. Die dus gewoon pikzwart is. En ik vind hem echt fantastisch. Yay! I'm happy! Nou, het is klaar. Ik heb mijn letterboard heb ik hier opgehangen. Deze stond eerst los. Verder heb ik nou expres een wat groter lijstje hier onder de witte grootte gehangen. Dan heb ik deze quote, better an oops than a what if. Dit is een van de posters die ik al ja, een tijdje in mijn posterbewaar set als het ware heb liggen. Zoals jullie inmiddels weten, elke keer zodra de nieuwe posters ergens uitkomen, of dit nou bij de Quantum is of bij de Action, zodra ik iets leuks zie, dan denk ik van, daar kan ik misschien ook nog wel gebruiken, neem ik het mee. En dit was er eentje van. Maar verder heb ik dan wat plantjes toegevoegd. Ik heb de plantjes in 2 plantenbakjes gedaan van de Action. Het was een setje, die heb ik al een tijdje geleden, echt al heel lang geleden eigenlijk gekocht. Maar ik had nog steeds eigenlijk niet echt een plantje ervoor om erin te zetten. Dus dan heb ik hier links bovenin de lipstickplant. En hier rechts heb ik de spiderplant. En deze gaat ook mooi alle 2 naar beneden groeien. Zodat het er wel heel mooi is. Nou, dan hebben we hier dus de nachtkastjes met de lampjes helemaal aan. Ik vind dit gewoon echt heel erg luxueus uit. Ja, overkomen zo. Het is netjes wel opgeruimd. Het groene dekbed vind ik echt fantastisch. Alhoewel je het nou om de aanzien inmiddels al, ja, hoe laat is het? Al bijna 5 uur 's avonds is. En het wordt natuurlijk snel donker, dus ze zien het niet zo goed. Dan heb ik hier dus de vensterbank met daar aan deze kant 2 plantjes. Waarvan weer eerst een plantenbakje van de Action. En daar staat een klein jute plantenbakje bij die van Koppelmans afkomt. Dan heb ik hier dus dat kleine vaasje van de Karwei met een oude camera uit de collectie en een klein fotolijstje. Dan hier boven op mijn kastje heb ik dan de 2 ronde wall decor opgehangen. En door de kleine sprietjes daartoe te voegen, het enige wat ik nou nog mis is wel andere gordijnen. Maar het heeft niet per se haast. Dus als ik een keer tegen mooie gordijnen oploop, kan ik daar zeg maar hier toevoegen. En dan hebben we hier aan de andere kant van de kamer dus nou het bankje staan met daaronder de lederen mand. Daar heb ik mijn vliespleetje in zitten. Want af en toe vind ik het ook fijn als ik hier
in bed te willen kijken om lekker een vliespleetje erbij te pakken. En daarnaast zit dan het fluwelen dagbed van de hond met hier zijn etensbakje en drinken. Hij vindt het voor het fijn om in de slaapkamer te slapen 's avonds. Dus vandaar dat het hier allemaal hebben staan. Het vloerkleed wil ik ook nog een keertje vervangen. Want die vind ik, ja, er is niks mis mee. Maar hij is een beetje simpel en saai voor mijn gevoel. Maar dat is ook weer zoiets van, daar kan ik altijd in ieder geval tegen aanlopen. Al met al vind ik echt, ja, ben ik echt super blij met het resultaat. Het ziet er gewoon weer luxueus uit. Het is opgeruimd, als we ze een keer goed uitgezocht. Ik ben in ieder geval happy. Laat vooral weten in de comments beneden wat jullie van deze room makeover vinden. En ja, vind je het video leuk? Doe je vooral abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer weer. Doei!